Is je man er niet? Hij moet de laatste tijd heel veel overwerken. Wie wil er een bakje koffie? Ja, ik. Lekker. En jij een sapje? Asje. Alsjeblieft. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Kijk eens. Heerlijk. Lekker. Doe me wit of rood? Lekker wijn. Dankjewel. Doe mij maar de witte. Dankjewel. Proost op onze mie. Proost op onze mie. Op onze goede mie.
aan. Wil je er even bij komen zitten? Nee, ik ben echt doodop. Ik ga meteen naar bed. Maar veel plezier met z'n allen. Slaap lekker, schat. Aan de slag. Moeder, moeder. Moeder. Stilte. Moeder. Pater et filius et spiritus sanctus, amen, zeggen wij, de weinigen die met ons gekomen zijn, even het onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
wennen aan het idee dat hij in de dood is. Zo, ik ga jou zo naar bed brengen. Nee! Slaap lekker, Jill. Slaap lekker. Zo, kom. Jij moet zo meteen ook maar naar bed. Om 10 uur. Want je moet er morgen om 8 uur uit. Oké. Okay. Ja, ik had er toen gewoon de pest in. Ik wil gewoon niet dat mijn kinderen te veel zoetigheid binnenkrijgen. Van je familie kan je meer hebben. Jan tante zou het ook niet leuk vinden als we ruzie maken. Ah, joh, komt wel goed. Moeder. Hier zijn alle voedingsgegevens van de afgelopen week. Oh ja, ik heb het begrepen. Oké. Ja, er zijn een paar sieraden verdwenen. En wat heb ik daarmee te maken? Ik zei niks dat je hebt mee te maken. Je moet niet denken omdat jij nu vervangend hoofd bent dat jij zomaar alles tegen mij kan zeggen. Kunnen jullie even wat voor mij doen? De bekende plakbandstroopactie. Goedenavond.
kaarsen. Met Mie Zwanenburg. Mag ik dokter Ranselaar spreken? Zou u vandaag nog langs willen komen? Dat is goed. Hoe gaat het met u, mevrouw Piquet? Ik heb het koud. Deur is open. Mevrouw Hooijdonk, ik ben van de gemeente. Ik kom voor de herindicatie. Zoals u reeds schriftelijk is medegedeeld, zijn de eisen voor de hulp bij huishoudelijke en persoonlijke verzorging door veranderingen in de WSO aanzienlijk strenger geworden. U krijgt geen vergoeding meer voor koken, boodschappen en ik moet bekijken hoeveel uur thuiszorg u nog wel kunt ontvangen. Wat kan familie, buren, vrienden voor u doen en wat kunt u zelf nog? U bent in staat een telefoon te gebruiken? U ontvangt nu 2 keer 4,5 uur zorg per week. Nou, dat kan natuurlijk niet meer. Maar ik ben ook de rotste niet. Daar maken we 2 keer 1,5 uur zorg per week van. En dat is dan uitsluitend voor dingen die u niet meer zelf kunt en waar u geen hulp bij kunt vragen. Ja? Ik geloof dat ik geen zorg meer krijg. Misschien kan ik wel voor u komen werken, mevrouw Hooijdonk. Dan regelen we wel een vriendenprijsje. Oh ja. Er zijn klachten over jou.
ongewenste intimiteit van gisteravond bij meneer Staalduinen. Meneer Staalduinen was verdrietig. Ik heb alleen maar met hem gedanst. En mevrouw Nuttenboom? Zij is haar charade kwijt, sinds jij haar behandelt. Mevrouw Nuttenboom is dement. Ze beschuldigt iedereen van diefstal. Niet zo brutaal. Ik was nog niet uitgesproken. Je kunt je ook niet handhaven in het groepsgebeuren. Ik kan me heel goed handhaven in het groepsgebeuren, maar er zijn andere... Stop! Je bent ontslagen. I want to wash it on the chicken. Let me tell you why. If you've ever been sick, if you ever had salmonella poisoning, you do the same thing. You're going to get sick putting soap on him. No, but just... Oh, my God. How else do you get a chicken clean? Not like that. Okay. Why didn't you just put him in the dishwasher? Let's take it off and pat him dry, okay? Thank you.
Laat ons bidden voor onze zondares Petronella Piquet. Agnus Dei, vitolet peccata mundi, miserere nobis. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Bezoek bent. Ja. Ja, weet je, zuster. Ik ben zo moe. Ik heb gewoon geen lust om te praten. Ik zal het wel even met de huisarts overleggen. Dat is goed hoor. Ik geloof dat jij om 4 uur in het centrum moet zijn? Ja, klopt. Ik ga er ook zo van door. Ah, oké. Okay. Centrale. Ja, goedemiddag. U spreekt met de Vardo. Ik zie een lijkdrijf hier in de gracht. En hoor ik niks. En je ziet ook niets meer. Helemaal niets. Ik heb toch al een tijdje dat Poolse vrouwtje niet gezien. Bedoel je die een met dat kleine meisje? Ja, ja. Ik snap het niet. Er ligt een hele stapel post. En zou ze dan weg zijn of zo? Weer terug naar Polen? Ik snap het niet. Ja,
Ja, goeiedag. Ja, ik spreek met u. Ja, en ik heb een... Goedemorgen, gemeente Leiden met Babette de Jong. Ah. Fijn dat u belt. Nee. Nee. Nou, afspraken gaan vaak niet door. Ik sta voor gesloten deuren. Afspraken worden van tevoren al afgezegd. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Nee, politie bellen. Ja. Nee, prima. Dan hou ik u op de hoogte. Fijne dag nog. Meneer de inspecteur, ik maak mij zorgen om wijdgebied de haven. Er gebeuren vreemde dingen in die wijk. Ik zal het met de hoofdinspecteur overleggen. Zo, mevrouw van Hooydonk. Wees niet bang, mijn dochter. Het zal allemaal goed komen. In nomine Patris Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Ik heb een gesprek gehad met de gemeenteambtenaar. En zij zegt dat er vreemde dingen gebeuren in de wijk. Het is inderdaad opmerkelijk
wat er in deze wijk gebeurt. Welkom terug in de Waardkerk, waarde gelovigen. Daar bent u weer. Normaal alleen in de kerstmis tegenwoordig. De rest van het jaar zie ik u niet. Oh, u komt nu. Omdat u bang bent geworden. Omdat het kwaad de wijk is binnengeslopen. Omdat de duivel u kennelijk komt halen. Nu u zoveel mensen ziet sterven in onze wijk. Hier, bij ons. Tussen de Rijnen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Jij gaat in het archief kijken en ik wil weten het hoe en waarom van alle overleden mensen in deze wijk. Jongens, buurtonderzoek, havengebied.
In dit gebied zijn de laatste tijd veel mensen overleden. Er zijn ook 2 Poolse bouwvakkers verdwenen. Er zijn ook veel sieraden en schilderijen gestolen. En er is maar 1 pinautomaat hier in de buurt. Oké, dan moeten we maar een plan gaan maken om te gaan posten. Kijk, de beelden zijn binnen van de pinautomaat. Niet herkenbaar. Er zit een masker op. Goedemiddag, inspecteur Bekooi. Ja. Oké. Dank je voor de informatie. Er is een melding geweest van een aspirant ziekenverzorger. Hij heeft gezien dat een verpleegkundige druppels in het eten heeft gegooid. Welk verzorgingstehuis was dat? Binnenbuiten. Ja, dat is een huis in die wijk. Alles goed, buurvrouw? Ja hoor, prima. Actie Charlie gereed, over. Iets heel vreemds gebeuren hier, hè? Dag meneer de Lauw. Dag. Soepje eten, meneer de Lauw. Lekker. Mm-hmm.
voor eten, meneer Lau? Inspecteur Bekooi. De naam van de verpleegkundige is Mieke van der Linden. Deze bent gearresteerd op verdenking van moord. Maar, wat? Meekomen. Hé, maar... Ik ben buitengewoon verheugd u mede te delen dat vanwege uw ongelooflijke prestaties op het gebied van participatie in de Havenwijk Zuid, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te ridderen als lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Wel verdiend. Dankjewel. Gefeliciteerd. Op de Havenwijk Zuid. Ja, proost.
onze eigen nicht. Wie had dat gedacht? Inspecteur Bekooi. We hebben de verkeerde opgepakt. Shit! Mevrouw Duitenkom, recherche. We hebben een aantal vragen voor u. Is er recent nog iets gebeurd of veranderd? Nee, inspecteur. Er is een verpleegkundige ontslagen. Wie? Mies Wannenburg. Help! 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 Hallo, politie. Er ligt hier iemand te gillen in mijn straat. Soepje, meneer Goeie? Ja, lekker.
zoete lieve woorden. Pap met arsen erin, sloeg zij aan het moorden voor geldelijk gewin. Bleef gespaard, de boos op het.